Freek, gefeliciteerd. Een punt, dat is meer dan keurig, denk ik, of niet? Ja, wij zijn er in dit geval heel blij mee. Ja, en ook verdiend. Nou ja, dat je vandaag wel kunt stellen dat Ajax zeker het beter van het spel had. Alleen dat wij in de counter af en toe heel gevaarlijk doorkwamen. Wat dacht je na 4 minuten, toen die bij jullie er al in lag? Dat het een heel lastig avondje ging worden. Ja. Dat werd het ook, alleen uiteindelijk wel een punt uit het vuur gesleept. En in de fase waarin wij zitten is dat echt een enorme boost voor ons. Ja, was het ook precies zoals jullie van tevoren bedacht hadden? Er ontstaat ergens wel een keer ruimte en dan moeten wij op snelheid eruit? Nou ja, je weet dat Ajax heel veel de bal gaat hebben. Je probeert ze daarin vroeg te storen. Alleen ze hebben een aantal vaardige spelers op het middenveld die er tussendoor voetballen. Ook op het einde hadden we heel veel moeite met de inschuivende Blind nog de laatste kwartier, 20 minuten. Toch probeer je het compact te houden. En van daaruit, als hun backs hoog staan, er tussendoor te glippen als je de bal in het middenveld verovert. Ja, maar dat je stand houdt en dat je een punt pakt, wat zegt dat dan na de laatste weken? Dat zegt dat het er toch in zit voor ons. En we zijn blijven strijden, dus ik vind het op zich ook wel een beetje loon naar werken. We hebben een aantal wedstrijden in het begin van de competitie niet goed gespeeld. Die hebben ook geen punten gehaald. We kwamen in een hele lastige fase en daarna hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En dan kreeg je in 1 week nog Vitesse, AZ, Ajax. Daarin hebben we vlagen wel de fighting spirit laten zien. En vandaag resulteert uiteindelijk in een punt. Ga genieten van fijne kerstdagen. Dankjewel, jij ook. Dankjewel.